We zijn hier bij Camping Brembroeke, die dus weer een zondag heeft georganiseerd van spullen van de Maas zeggen. En er zijn allemaal mensen die hun kraampje gehuurd hebben en die dus hun spulletjes willen verkopen en heel veel willen vertellen over de Maas zeggen. Ja, ik ben hier nu bij de ponies. Mogen de kinderen op rijden. Ik trof net al een jongetje en die wou eigenlijk wel, maar durfde toch niet. Dat heb je dus ook. En de kinderen staan niet direct in de rij. Het is nog niet zo erg druk. De kinderen staan er niet voor in de rij, maar er staan er wel een paar te wachten tot ze op de pony kunnen. Ik sta hier bij de avonturentuin en hier staan ze met een grote hamer en een of ander ding wat de grond in gaat. Kunnen we even vertellen wat er gebeurt? Jazeker. Wij steken grondmonsters voor bodemanalyse. En dan weten we precies wat we de komende 4 jaar aan bemestingsadvies moeten geven voor een bepaald perceel. Om zo te ontwikkelen naar gezondere paardenweiden of koeienweiden bijvoorbeeld. U bent speciaal van de paarden? Ja, we zijn gespecialiseerd in paardenweiden inderdaad. Maar we helpen ook met avontuurlijke speeltuinen of natuurlijke bedrijventerreinen. Eigenlijk om de natuur een beetje terug te halen op het perceel. En zo voor iedereen mooier en leuker te maken. Ja, ja. Dus nu gaat er geboord worden. Ja, maar. Heb ik dat op draaien? Nee. Oh, goed zo. Nog een keer. En dan omhoog. Nog trekken. Nou, dan gaat hij lukken. Eén. Kijk, oh. Daar zit een hoop grond aan. Ja. En dan kunnen we natuurlijk heel mooi. We kunnen natuurlijk heel mooi controleren tot hoever dat de beworteling is. Of de zoden niet verdicht is bijvoorbeeld. Want in verdichte zoden zie je vaak de zuurring bijvoorbeeld op verschijnen. Die is niet per se giftig voor paarden, maar overwoekert het gras. Meestal steken we met de smalle guts de bodemmonsters. En met deze guts kijken we naar verdichting of naar verschillende aardlagen bijvoorbeeld. Hmm. Dankjewel, succes ermee. We gaan naar de volgende. Ja, veel plezier vandaag. Ja, dank je. Nou, we staan hier bij een kraampje van Boer Bewust. Dat heeft niet heel veel met de Maaseigen te maken, maar toch nevenbij. Ja. En je kan er heel veel over vertellen. Ik zei net, Sensodyne tandpasta, wat moeten jullie daar nou mee? In sommige producten die hier liggen, zitten spullen, bijvoorbeeld de Sensodyne. Daar zit dus iets van de koe in. En hij ligt zelfs bij de varkens ook, dus er zit ook iets van het varken in. Wat er precies in zit, van het... Ja. Nou, geweldig. Ik wens jullie een hele mooie dag. En ik ben even achter een kraampje gestaan, want hier is van alles te krijgen. Te kopen, denk ik. Ja. Te krijgen niet waarschijnlijk. Theetjes kun je proeven. Ja. Maar ik zag heksenthee of zo. Ja, heb ik ook. Ja, dat is de eerste thee die ik zelf helemaal gebrouwen heb. Zo. Ja. In zijn grote ketel en dan roeren. Ja. Ja. En dan nee, ik maak en bedenk alle theetjes zelf. Ja. En gebruikt allerlei kruiden of specifieke... Nee, allerlei wat ik in mijn hoofd op dat moment opkom, dat gebruik ik. En dan maak ik er iets lekkers van. En het smaakt altijd lekker of is het altijd proberen? Ik van wel, maar het is natuurlijk ook uitproberen. En ik maak ook wel op klachten, als mensen bij mij komen met bepaalde klachten. En die zijn niet altijd super lekker, maar die doen wel zijn werk. Dus ja, daar is dan altijd eventjes een beetje... En je moet het maar aandurven om dus ineens zo'n vreemd smaakje te krijgen en ook te denken dat het helpt. Nou, ik heb wel kruidengeneeskunde gestudeerd. Tuurlijk. En ik heb zo'n hele grote dikke encyclopedie met allemaal werkzame kruiden erin. Dus daar zoek ik ook heel veel in op. En heel veel doe ik gewoon echt vanuit het gevoel. En daarna zoek ik het op of het mijn gevoel ook klopt. En wat je gemaakt hebt, past dat dan bij ieder mens of maak je op ieder mens iets wat daar past? Als je echt klachten hebt, dan is het echt op de persoon. Maar ik heb wel standaard theetjes voor de hoest bijvoorbeeld. Die kan iedereen pakken. Hoge bloeddruk. Als je lichtjes een beetje verhoogde bloeddruk, kun je die gewoon pakken. Maar als je echt met specifieke klachten komt, dan is die wel echt helemaal op u samengesteld. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, wie weet. Bedankt. Zij zegt net zelf, het lijkt moeilijker als dat het is. Dat zei ze net ook zelf. Met andere woorden, zij vlecht gewoon. En deze man helpt hem, dat is een Pakistaan. En die is sinds kort in de Rips komen wonen. En begeleid ik hem even om in te gaan. Maar wat zij doet, dat is super. Ja. Nu gaat hij het weer langer halen om dus dadelijk hier deze
deze, want we moeten zien dat het op kop staat en dan wordt dat dadelijk nog even uit elkaar getrokken. Oh ja. Ja. Is die meneer ook maandagleggen? Of noem je het? Deze meneer? Ja. Nee, die doet dat vandaag ook voor het eerst. Oh, kijk eens aan. Ja, hij is nu zijn vierde mandje die hij nu helpt. En knap, ik heb hem ook gevraagd of dat hij dat zou willen, mij te begeleiden. En ik ben eigenlijk ook geen vlechter. Ik ben ook voor iemand ingevallen. Nou, u kunt het wel. En dat is Jacques de Kok. Die naam oh ja, die miste ik al, ja. Precies. Ja. Jacques had geen tijd. Ja, dat kan. En hij vroeg of ik dat wilde doen. Ik zeg, ja, dat vind ik ook leuk. Ja. Voldoende. Dat is het. En zo'n dag, iedereen heeft goede zin, hè? Ja, met de weer. Dus dat, ja. Ja, vooral nu, ja. En dan nog vind ik dat het niet zo druk is. Nee, maar er is overal van alles te doen. Ja. Dat is niet te geloven. Volgens mij was het een mil motorfaces. Ja. Nou, succes. Ja. Zeg, jij bij de kalfje zit. Mm-hmm. Ja? Ja. Zeg maar ja. Hoe heet jij? Fenna. Oh, dat is een mooie naam. En zit je de hele tijd al bij het kalfje? Ja. Ja. Blijf je er de hele tijd bij zitten, als je, zolang papa en mama hier zijn? Ja, we waren ook net bij de paardjes. En had je ook het paardje gereden? Ja. Allebei? Ja. Maar wij durven niet bij de grote koeien. Nee. Zou ik ook niet doen. Wie die kalfjes, toch niet? Ja, maar bij de grote koeien zijn die eraf gebroken. Kijk. Volgens mij is dat nog geen mama koe. Het zijn wel mama koeien, maar ze zijn ook heel groot. Ja, maar volgens mij zijn dat nog jonge koetjes. Nog een soort grote kalfjes. Dit zijn kalfjes. En dit niet. Dat zijn mama en papa. En ze laten ook grote stront. Die zijn al wat ouder. Dat wil er niet in. Nee, ik vind het wel cool. Het is wel warm hier, hè, bij dit vuur. Ja. Is het jou graag? Nee. Hoe lang moet je bakken? Weet ik niet. Ja, ik eigenlijk ook niet. Maar hij ziet er nog niet zo graag uit. Ik denk dat hij nog even een beetje langer moet. We proberen het maar. Ja, dan moet je uitkijken dat hij niet verbrandt, hè? Nee. Je kan gewoon praten. Hoor. Doen jullie alle drie met één broodje? Nee. Hebben jullie nog meer broodjes dan? Hadden jullie ze al op? Ja. Oh, en smaakten ze? Ja. Niet laten verbranden? Nee. Nou, kijk eens. We gaan er even verder kijken, hè? Komisch. Mama, ja. Bij de stand van de Maaszeggen. En dat gaat over het Maaszeggen vlechten natuurlijk. En daar kunt u eens meer over vertellen. Ja, wij willen promoten dat de Maaszeggen gevlochten worden en de manier waarop gevlochten wordt. Om dat aan iedereen te laten zien, dat ze weten van, nou zo werkt dat hier in Maaszeggen. En hoe werkt het? Nou, we hebben, voor duidelijkheid hebben wij onze stappen van het Maaszeggen vlechten in 6 stappen in foto's uitgebeeld. En dan is de heg gevlochten, soms wordt hier en daar nog een beetje bijgesnoeid dat het mooi gepatroneerd is. En dan mag die uitgroeien en tot mijn grote verwondering, als je hem in maart vlecht, in mei, juni heeft hij al heel veel uitgroeien. Dat is prachtig om te zien. Hij bloeit nog niet meteen het eerste jaar, maar dat komt daarna weer, komt volgend jaar. Volgend jaar is weer Maaszeggen vlechten. Ja. In maart, wat is de datum? Altijd tweede zondag van maart en ik dacht dat het 10 maart was dit jaar. Het is in elk geval in de zondag na carnaval. Dat vinden we niet zo fijn, maar het is niet anders. Ja. Daarna mag namelijk niet meer, vanwege het broedseizoen. Ja. Oké, dankjewel. Graag gedaan. En hier komen we dus bij de Maaszeggen Kids en daar komt ook even uitleg bij. Ja, klopt. Wij willen de Maaszeggen heel graag onder de aandacht brengen bij kinderen. Want ook voor kinderen is er van alles te ontdekken en te beleven in de Maaszeggen. Daarvoor hebben we maaszeggenkids.nl. Daar staan alle activiteiten en ook de markt van vandaag hadden we daarop aangekondigd. Dus ook blij om te zien dat er heel veel jonge gezinnen zijn. En de kinderen krijgen allemaal een goodiebag mee. En zo een van de activiteiten die we dus gaan organiseren is de ouder-kind workshop Maaszeggen vlechten. Bij de buren kun je daar, is daar aandacht voor. Dus 9 november is de eerste workshop en kunnen ook kinderen met hun ouder Maaszeggen vlechten. En waar is dat? Dat is hier, weet de locatie op maaszeggenkids.nl is daar alles over te vinden.
Dus allemaal kijken, maashagenkids.nl.